lopen van dit hoekpunt naar deze punt. Dus nu zie je een spline met twee punten. Als ik op escape druk, dan is het opeens een rechte lijn geworden. Maar als ik daarop klik, dan zie je die hendels in grijs verschijnen. Maar nu zou ik deze spline zou ik tangent kunnen maken met die constructielijn die ik eerder getekend heb. Dus dan zie je hier, die constructielijn, die heb ik in dit geval zelfs een maat gegeven. Dus hij is sowieso al, qua eindpunt is die bemaat, 50 mm van de x-as. En hij staat op de y-as. Maar ik heb zelfs die hoek in dit geval bemaat, door hem daar gewoon tangent mee te maken. Dus als ik nou deze maat achteraf wijzig, dan zie je die spline mooi meelopen. Nou, hetzelfde kan ik hier ook weer doen. Dus ik kan hem aan de achterkant kan ik hem ook tangent maken. Nou zul je zien bij die föhn, daar zit zo'n beetje zo'n S-curve in. Dus dat zou ook een hele simpele spline met twee spinepunten kunnen zijn. Maar daar heb ik die eindhoeken heb ik nog niet gedefinieerd. Dus als je het nog een beetje netter zou willen doen, dan zou je dus met constructielijnen daar ook een hoek aan kunnen geven. Dat is het eigenlijk met de mate van splines. De basisregel is eigenlijk probeer een spline zo eenvoudig mogelijk te houden. Dus je ziet zelfs zo'n S-curve, kan gewoon een spline zijn met een beginpunt en een eindpunt. Dus kies niet voor een spline met een hele hoop tussenpunten, want hoe meer tussenpunten, hoe moeilijker die vorm eigenlijk strak te krijgen is. Dus je gaat eerst kijken, kan ik het simpel, met weinig splinepunten, heb je er meer nodig, dan kun je er eentje toevoegen. Maar zie je hier een maat staan van 50 mm. Maar als ik in de feature kijk, dan zie je dat het een cilinder helemaal rondom is. Dus eigenlijk, als ik nou slim bemaat, dan wil ik de maat van dat punt niet laten lopen tot de x-as, zoals deze 50 mm. Maar ik wil hem daar overheen trekken en dan zie je dat er een maat ontstaat van 100 mm. Dus ik kan hem bematen naar een punt wat je hier eigenlijk niet in de schets ziet staan. En de manier waarop dat werkt is omdat ik bemaat heb van dat punt over een symmetrielijn heen. Dus als daar ergens een constructielijn staat waar je die maat overheen trekt, dan herkent SOLIDWORKS automatisch al van oh, dat zal wel een symmetrielijn zijn, dus dan mag je ook de dubbele maat erin zetten. En dat geeft veel meer informatie omdat je die cirkel natuurlijk de hele maat wil zien. Nog een keer voordoen, ik had het niet meer. Ja. Dus die maat die gooi ik er even uit. En dan Smart Dimension. En ik kies dat eindpunt van die spline. En dan kan ik hem bematen tot de x-as. Dus dat is die 50 mm. Maar als ik met mijn cursor gewoon over die x-as heen ga, dan weet hij dat die x-as dus blijkbaar een symmetrielijn was. Right. Er waren er ook vragen over van hoe je dat trim-commando precies moet gebruiken. Want daar heb je een optie van standaard of mutual. En je hebt ook een optie van keep selection of wat is die andere? Delete selection. Er zijn een paar mogelijkheden. Je ziet hier dat ik even een spline heb getekend die ergens de hoofdvorm doorsnijdt. Nou zou ik dus via Surfaces, hebben jullie trouwens allemaal die tab openstaan, Surfaces? Mocht je die nog niet open hebben staan, je kunt daar altijd met de rechter muisknop, kun je zelf aangeven welke tabs je allemaal wilt aanzetten. Dus heel handig om die Surface tab in ieder geval open te hebben staan.
Dan ga ik naar het commando trim service. En dan zie je een aantal opties. Dus ik heb hier allereerst standaard trim of neutral. Nou, wat ik nu wil doen, ik wil deze hoofdvorm, die wil ik terug gaan trimmen met die lijn. Dus in dat geval is die lijn is eigenlijk een trim tool. En het surface, dat is het object wat getrimd moet worden. Ja, dan kies je voor standaard trim. Ik ga zo laten zien wat die andere inhoudt. Nou, dan vraagt hij al, wat moet het trim tool zijn? Ik kan hem hier selecteren. Zelf, om fouten te voorkomen, kies ik gewoon altijd in de tree, die hele schets. Dus dat is mijn trim tool. En nu heb ik twee opties. Ik kan kiezen voor keep selections of remove selections. Dus als ik keep selections en ik klik hierop, dan behoudt hij het oranje deel. Ik kan ook zeggen van ik wil juist de achterkant behouden. Dat is dus keep selections. Ik kan zelf ook kiezen voor remove selections. Als ik dan deze aanklik, dan gooit hij juist de voorkant weg. Dan zul je je afvragen van ja, waarom staan ze er dan allebei in? Want dan kan ze allebei gebruiken. Soms is het zo dat een deel van de geometrie verborgen is. Dus dat die is afgedekt. Net zoals bij die föhn heb je op een gegeven moment dat smallere gedeelte van die hoofdvorm. Dat zit voor een deel onder die buitenvorm van de achterkant verborgen. Dus als ik dan delete selection zou kiezen en ik wil dat deeltje juist weggooien, dan kan ik dat heel moeilijk selecteren. Dus dan kies ik juist keep de voorkant. Dus je kunt zelf kiezen welke je wilt gebruiken. Dus nu remove selections. Dan stel ik wil die achterkant weggooien. Dan gooit hij die achterkant weg. Je ziet dat hij hem hier keurig langs die lijn heeft afgesneden in dit aanzicht. Maar soms wil je met een complexere vorm wil je zo'n vorm afsnijden. Dus ik ga deze even eruit gooien. Nu heb ik met diezelfde kromme lijn heb ik een nieuwe surface revolve aangemaakt. Dus dat is deze surface revolve. En dan wil ik die surface revolve en deze surface revolve aan de voorkant, die wil ik op elkaar af gaan trimmen. En dan gebruik je die andere optie. Dus ik ga weer naar trim surface. En nu kies ik in plaats van standaard, nou wil ik twee surfaces op elkaar gaan trimmen. Dus beide mutual. En dan vraagt hij welke surfaces, ik gooi die er heel even uit. Nou, ik wil dit surface en dit surface, daar wil ik beide wil ik op elkaar gaan trimmen. En dan heb ik weer dezelfde twee opties, dus ik kan... Nou, laat ik in dit geval keep selections selecteren. En nu kun je, nu heb je eigenlijk, je hebt hier, even kijken. Ik kan hier de voorkant selecteren of de achterkant. Maar ik kan ook van dat andere surface, kan ik de buitenkant of juist de binnenkant selecteren. Of een combinatie van die allemaal. Dus ik heb eigenlijk vier opties. Dus laat ik in dit geval eens de voorkant bewaren. Dit is een bug, wat je nou ziet, het lijkt alsof die verdwijnt. Maar hij staat wel degelijk in mijn keep selections geselecteerd. En ik wil die binnenkant, die wil ik ook bewaren. Dus die selecteer ik ook. Als ik nou op OK druk, dan zie je dat hij die voorkant heeft bewaard en die binnenkant. Dus er is nu best wel een complexe servicevorm ontstaan met één simpel trim commando. Dus een heel krachtig tool. Dus zo werkt die trim. Ja, dan is er nog één ding wat ik wil uitleggen.
Gooi deze weer even weg. Maar die hebben, een deel van jullie heeft die al gevonden. Dat is van hoe die split line nou precies werkt. Nou, ik heb hier in het topplane heb ik een schets aangemaakt met een cirkeltje. Dus dat is die schets 4. En nou wil ik aan de bovenkant bijvoorbeeld een knopje gaan modelleren. Dus dan wil ik een gat in de bovenkant maken. Dan kan ik vervolgens met, waar zit die bij mij? Via curves de splitline selecteren. En dan heeft hij die schets 4 al geselecteerd. En dan wil ik hem een splitline op dit surface aanmaken. En dan kan ik zelf kiezen van als ik nou niks aanvind, dan krijg ik een splitline aan de boven- en de onderkant. En ik kan ook single direction en ik wil hem aan de bovenkant. Ik weet eigenlijk niet. Oh, het pijltje staat naar beneden, dus ik moet hem waarschijnlijk omdraaien. Als je dat fout doet, kun je hem altijd weer openen en het gewoon weer uitvinken. Ja, je ziet dat hij nu hier aan de bovenkant verschenen is. Dus hij heeft dat surface nu verdeeld in een buitenkant en een cirkeltje. Why? Why doesn't it work? Dus ik zou nou met delete face, zou ik dat... het face kunnen selecteren en nu heb ik er een gat in gemaakt. Right, heeft iemand nog vragen hierover? Of nog andere vragen? Goed, dan zou ik zeggen van ga weer verder aan de slag.